Welkom op het WK in Brazilië, waar twee ploegen opnieuw zullen strijden om de zege in deze ra-ra-ra, wie wint het WK? Vandaag speelt Spanje in het geel tegen Nederland in het roze. Het stadion zit afgeladen vol met uitzinnige supporters. Nederland is er helemaal klaar voor. Pasje me nou! En de Spaanse tribune die heeft blijkbaar een stier meegebracht. Olé! We maken ons klaar voor de aftrap. De scheidsrechter fluit. En we zijn vertrokken. Hup, Holland, hup! Nederland gaat meteen in de aanval. Goal! Ongelooflijk, het publiek wordt wild. Dat vindt de Spaanse stier niet zo leuk. Daar komt Nederland opnieuw. Goal! Opnieuw een doelpunt voor Nederland. Maar wat is dat nu? De Spaanse stier die betreedt het veld. Hij wordt getackled door Nederland. Hij staat er op en rent verder. Maar daar is de scheidsrechter. Die geeft de stier een rode kaart. Rood maakt de stier nog meer woest. En hij achtervolgt de scheidsrechter. Dat is zeer onsportief. Als onze pronostiek klopt, dan blazen de Nederlanders Spanje weg met 2-0. Spanje is zwaar teleurgesteld. En Nederland viert. Morgen zijn we er weer met een spannende wedstrijd tussen Engeland en Italië in een nieuwe ra-ra-ra. Wie wint het WK?